con los terroristas. Het gaat bijna beginnen, we hebben nog een kwartiertje. Er worden 4000 man verwacht. Wat denk jij ervan? Gaat dat lukken? Ja, ik hoop het wel. Het ziet er nou wel goed uit. Het loopt steeds voller. Dus mensen zijn er goed op de oproep afgekomen. En ik heb er zin in. Want ik hoorde dat er een goed doel aan verbonden is. Kan je daar kort even iets over kwijt? Dat is het team Utrecht Alpe d'Huez. Die gaat in de zomer de Alpe d'Huez 6 keer op en neer fietsen. Om geld in te zamelen voor het KWF. Voor kankerfonds. Dan kan je kort iets vertellen over de Harlem Shake. Wat was jouw eerste ervaring ermee? Mijn eerste ervaring ermee was dat hij in de uitjes top 30 zat van Q-Music. En ik denk, hè? En toen hoorde ik ook via Q-Music altijd van ja, het is een hype en daar zit het liedje van, bla bla. Ik ken het liedje al, het liedje is al 1,5 jaar oud of zo. En ik denk, hè, dat liedje. Heel raar. Dus ik ging zoeken van hoe zat dat nou? Ja, ik denk één keer Harlem Shake op YouTube in en informatie tot de horizon. We zijn in Utrecht, we weten hoe het doet. Utrecht laat je één keer horen. Dat is Utrecht die ik gewend ben. Holla gekke Utrecht, dat is de vorm, we gaan een feestje bouwen.